Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Arnold de Gans en ik neem jullie graag een stukje mee op mijn ontdekkingsreis door de wonderbaarlijke wereld van Warhammer. Laat ik anders beginnen. Ik weet al heel lang van het bestaan af van Warhammer. Eind jaren 90, begin jaren 2000 was ik zelfs heel fanatiek met spelen hiervan. Onder andere ook Lord of the Rings. Maar van Warhammer speelde ik heel veel met Orcs en Goblins en Tomb Kings. Dat waren mijn twee grootste legers en heel veel van de vampire counts. De Goblins en de Orcs en zo, die bestaan nog steeds, maar Tomb Kings en vampire count is tegenwoordig Soulblight Gravelords geworden. Maar ik heb toch heel veel modelletjes ervan, maar erg in opslag. Maar in die tijd was er nog niet zo heel gek veel terrein verkrijgbaar direct van Games Workshop. En werd er eigenlijk behoorlijk gepromoot om het allemaal zelf te maken. Daar waren ook boeken voor. The Wargames Terrain en hoe het te maken. Toen Lord of the Rings uitkwam, werden er wel wat leuke dingetjes uitgebracht. Zoals bijvoorbeeld een spruukje als dit. Daar kun je dan zelf wat mee maken. Door een stuk boomschors te draaibrushen. Boompje ernaast. Gewoon een stukje piepschuim. Hè. En dat was het terrein waar we het hoofdzakelijk mee deden. Maar er waren vele andere opties om te doen. Zoals je hier op de voorpagina al kan zien. Ik ga dit boekje lekker doornemen met jullie. En misschien pik je er wat tipjes uit. Dit boek is uit 96. En de legers die erin tegenkomt zijn ook uit die periode dan uiteraard. Zowel fantasy als 40k terrein werd hierin verteld hoe je het maakte. Warhammer scenery, zoals hills, woods, rivers, bridges, water, marshes, burial mounds, rocks, stones, stone circles. Alles werd helemaal uitgelegd hoe je het maakte. Materiaal wat je gebruikte. Hoe je een battlefield kon inrichten met verhogingen, met line of sight blokkades zoals met bomen en muurtjes, moeilijke terreinen zoals over rivieren heen, bruggen maken. En die bruggen moesten natuurlijk wel breed genoeg zijn, want je werkte echt nog in blokken met poppetjes. Eén was uiteraard goed opletten dat je terrein niet te steil maakte, want ja, dan flikkerden ze allemaal weer naar beneden toe natuurlijk. Nou, de modeling tools. Kennen jullie die rode kwastjes nog herinneren? Ik niet, eerlijk gezegd. Maar ze hadden toen blijkbaar de rode kwasten. Tegenwoordig is het alles wit. We hebben de hele tijd zwart gehad van Citadel. De kniptanger, schuurpapier. Die is al heel lang niet meer verkrijgbaar. Hè? Er zijn andere varianten voor tegenwoordig. Wat gebruik je als materiaal? Nou, karton, cereal boxen, dus van muesli of wat dan ook. En eigenlijk alles wat je maar kan vinden, van piepschuim en zand en stokjes. Toen al die Pringle boxbussen, waarmee je mooie ronde vormen kon maken. De plastic rietjes. Oh, wat mis ik die. Haha. Nou ja, niet echt voor de natuuristen. Fijn dat ze er niet meer zijn, maar voor het maken van pijpen en noem maar op, zoals je hier kan zien, was het altijd wel echt heel handig om te hebben. Boomschors, zoals ik net al zei, dat is echt ideaal, hè.
brekersmesjes. Nou, als je ooit wat besteld hebt bij Scenic. Hoe heet dat nou? Ja, schrikkelijk is dat toch? Je Scenery Workshop. Hoe vaak ik daar niet al die gratis mesjes bij gekregen heb, ideaal. Je hoeft nooit geen mesje meer te wisselen. Pak gewoon een nieuw mesje. Oude spruus gebruiken. Oude doos gebruiken om in te spuiten. Hoe je je werkplekje kan inrichten. Echt, er komen zoveel herinneringen terug aan vroeger. Ik had met piepschuim een aantal blokken op elkaar. Met een hele weg eromheen. Die zo omhoog kon. Heel blok kon naar boven wandelen, als het ware. Niet dat je daarna nog ergens heen kon, maar het was wel erg geinig. Wat ik ook heel veel gebruikte, waren aquarium elementen. Wacht even, zal ik eens pakken. Ja, wat hier nog bij staat. Scenery, die aquarium elementen, zoals dit. Die koop je in dierenwinkels en noem maar op. Die je in een aquarium wil gooien. Zeker toen ik heel veel met de Toon Kings bezig was. Stond helemaal Battlefield stond vol met dit soort materiaal. Ja, weet je, daar hoef je erg weinig aan te doen. Het ziet er gewoon heel erg leuk uit. En het is redelijk een thema. Hoewel het eigenlijk wel veel meer Grieks eruit ziet, maar ach. Het was oud en ancient en noem maar op. Heel shapes. Groot beginnen, klein erop, nog een kleine erop. En dan kreeg je dus dit soort dingen. Kijk, wat gaaf. Toon Kings. En als je dan één kant vrij recht maakt en je maakt daar een soort open rots van, dan ziet het er allemaal nog echt heel erg leuk uit. Ik hou van dit soort boeken. Ik kan zoveel herinneringen terughalen. Ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar een rivier maken, heel simpel, karton, de verhogingjes aan de zijkant maken, helemaal dicht smeren met een mix van houtlijm en zand en dan blauw verven in het midden. Het zag er allemaal leuk uit, maar niet zo mooi als het tegenwoordig kan met al de nieuwe materialen die ze overal uitgebracht hebben. Bruggen. Hele mooie bruggen. Simpele bruggen. Met de karton kun je echt heel veel dingen doen. Hè? Moeilijk begaanbaar gebied maken. Een soort moerassen deel maken. Grafheuvel. Weet je, alles wat je maar kan verzinnen om die line of sight blokkades te creëren op je battlefield. Tegenwoordig kun je bijna alles gewoon kant-en-klaar kopen. Je moet alleen nog een beetje verf in elkaar zetten. Maar vroeger was er wel veel meer diversiteit op de tafels. Want iedereen het toch weer net even anders maakte. Ik heb ook heel veel gemaakt, gewoon muurtjes die je overal kon plaatsen, rondom een huisje, wat dan ook. En dan ga je meer richting de 40k scenery.
grappig dat 40K gelijk ook met een Jungle Tree het voorschijn komt. Shell is veel meer industrieel, hè? Dus pijpen en hoogdrukketels. Nu, hoe maak je een palmboom? Als je het allemaal wit maakt, dan kun je ook weer een Star Wars dorp mee maken. Hè? Dat is wel orc building, maar een vergelijkbare soort. Doe wat een beetje denken aan Marokko. Die open daken met zo'n muurtje eromheen. Als ik Star Wars scenery zie, dan moet ik daar altijd een beetje aan denken. Nou, hekken met gaas. Eigenlijk de enige belemmering die je hebt is je eigen fantasie, hè? Dat is echt super gaaf. Nou, dit was het boekje uit 1996. In 2003, als ik me niet vergis. Ja, 2003. Hebben ze het nog een keer uitgebracht. Met veel meer details. Bouwtekeningen. Het plan voor het Rohan-huis. Dus Lord of the Rings kwam daar natuurlijk veel meer in terug. Als je deze boeken tegenkomt, ik raad je super aan. Om het aan te schaffen. Er is ontzettend veel informatie in te vinden als je zelf wat wil gaan knutselen op je tafel. Hoe deuren te maken. Zowel voor industrieel of 40K-achtige omgevingen. Als Mordheim. Gewoon fantasy-achtig. Heel veel informatie en gewoon, ja, ik weet niet hoe ik het zeg. Het is van een explosie aan gedachten en ideeën die altijd als ik hier doorheen blader. Ik doe er niet zo gek veel mee, maar wel als ik aan het knutselen ben, wat dan ook, dan komen dingen toch weer terug en dan ga je het toch gebruiken. Hey, zo'n simpel dingetje, gewoon een ommuurd gedeelte waar je met een toegang naar binnen kan. Je hoeft niet alles te kopen, je kan gewoon echt heel veel zelf maken. Nou, dit is wat ik je deze keer wilde laten zien. Volgende keer ga ik een van de andere boekjes laten zien. Eens kijken. Als je Necromander speelt, die Ash Waste. Nou, je zet hier gewoon die haps tussen. En, je hebt een Fury Road-achtige omgeving. Voor Warcry, weet je, die Mines of Moria-achtige dingen die je daar had, die, ja. Super gaaf. Al die oude schetsjes die ze erin gezet hebben. Materiaalbeschrijving. Absoluut het waard om op te pikken. How to make wargames terrain. Zowel de oude als de nieuwe. Ik vind ze allebei super gaaf om te hebben. Hey, bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Groetjes!